Dan voor het eerst het woord aan Art Langelen. Dankjewel. Nou, ik vind dat we inderdaad de eerste helft niet heel bijzonder speelden. Kwam ook door Omniwild, die het ons vroeg onder druk zette. We kwamen de voetballend lastig uit. We hadden het wel een beetje verwacht. Gehoopt de ballen achter de verdediging te leggen om zo tot kansen te komen. Dat lukte de eerste helft, vond ik niet heel bijzonder. Kansverhouding gelijk, maar voetballend vond ik Omniwild in de eerste helft sterker. En de pauze hebben we aangegeven aan de jongens van probeer nou het blok te houden op het middenveld, zodat je vanuit de schakeling kunt spelen, want Omniwild heeft een sterke aanval. Maar als ze achterin in grote ruimtes komen te spelen of ze nemen veel risico, dan liggen daar mogelijkheden. Nou, ik vind dat we de tweede helft goed hebben gedaan. De eerste kwartier naar rust kregen we een aantal mogelijkheden om te beslissen. Uiteindelijk scoorde aan de slot een mooie goal om 2-0 te maken. Daarna vond ik het redelijk gelopen, alhoewel als het 2-1 wordt weet je het nooit. Nou, de kansen op 3-0 waren er ook wel. Maar nogmaals gezegd, het was een hele lastige avond, een hele lastige tegenstander Omniwild vandaag. In de avond die ze hebben was zeer veel dreiging. Ze hebben ook een aantal mogelijkheden gehad. Dus een compliment voor onze keepers op zijn plaats. Want Diederik heeft ons zeker in de eerste fase aardig op de been gehouden. Want voordat wij 1-0 maakten, nou waren er toch 2-3 grote kansen voor Omniwild. Dus complimenten voor het aanvallende spel van Omniwild. Ja, we weten hoe het gaat. Ja, uiteindelijk ben ik natuurlijk de gelukkigste trainer. Maar ik vind dat het een gelijkwaardige wedstrijd was. Waarin er denk ik over en weer misschien wel 10 kansen te noteren waren. 10 voor hun en 10 voor ons. En wat mijn collega al zegt. Qua mogelijkheden, vrijwel gelijk. Qua doelpunten, in het voordeel van Zwolle. Wij zijn daarin de gelukkigste geweest met het aantal keren scoren. Qua spel en balbezit had Onuwild wellicht meer verdiend. Dat klopt. Maar qua effectiviteit en uiteindelijk qua kansverhouding. Wat al zei je, dat de kansverhouding ongeveer gelijk was. Wij hebben een uitstekende keeper en een achterhoede staan. En met name Diederik heeft het uitstekend gedaan. Daarnaast hebben wij een aantal keren goed geprofiteerd van de ruimtes. Ja, soms is je tactische spel niet altijd dat je altijd de bal hebt of ver vooruit speelt. Ook voor de winterstop hebben we een serie gehad waarin het defensief heel goed stond. Dat is toch ook een basis om vanuit te spelen. En wat ons aandachtspunt is voor de toekomst, dat we zeker meer willen domineren, zeker hier in Zwolle. Maar uiteindelijk telt er maar één ding, zo simpel is het ook. Dat zijn de punten, dus we zijn heel gelukkig dat we die hier hebben gehouden. Dan wens ik iedereen een heel fijn weekend toe. Dank u wel. Goede reis, succes. Ik ben succes verder.